Ik denk als je eerlijk in het leven staat en de dingen die gebeuren rond jou opneemt als een spons, dan moet die op een bepaald moment moet dat daar weer uit, moet dat een vorm krijgen, moet dat een sculptuur worden. Ik denk anders ontplof je. De titel Onschuld kan de hel zijn, het is nog altijd de rode draad in mijn werk. Beelden die ik hier verzameld heb. Ik zou daar uren kunnen over praten, omdat ieder beeld is gekozen met een bepaalde reden. Heeft op een bepaald moment in mijn atelier hangen om mij te inspireren, om naar te kijken. Niet altijd dat ik op dat moment al daar iets wou mee doen, maar gewoon als beeld van ik ben het tegengekomen, ik heb het gefotografeerd of ik heb het uitgeknipt en ik wil het bij mij houden als gedachtegoed. Wat ik maak, wat ik doe, van waar komt dat? Hè? En dat komt eigenlijk toch een samenraapsel van zoveel dingen, zoveel elementen vanuit de kunstgeschiedenis, vanuit de dagelijkse realiteit, van mijn persoonlijke leven, dat eigenlijk één groot spons is en één groot verbonden netwerk, waaruit ik constant kan putten en ja, mezelf bevragen en creëren. Het feit dat ik een inkijk geef in mijn hoofd laat kijken, hè, want dat is het uiteindelijk, hè, dat vind ik spannend. Hè. Voor mij is het een heel complex werk in de zin van de titel die helemaal tegenstrijdig is met de materialiteit van het werk. Binnen het creatieproces heb ik heel vaak gedacht van waar worden die dekens voor gebruikt. Een deken wordt heel vaak gebruikt in een noodsituatie. Ik herinner mij als kind, mijn vader had altijd een deken achteraan in de wagen liggen op de achterbank. Hè. Waar ik, als we laat thuis kwamen, mij onderstopten om al een beetje te slapen op die achterbank. Maar deken hebben we ook gebruikt op het moment dat er een hond was aangereden op de autostrade om die hond te bedekken. Vandaar dat dat materiaal eigenlijk iets is wat dat niet zomaar in mijn werk gearriveerd is. Hè. Het is iets waar ik heel veel herinneringen aan heb en ook heel veel betekenissen kan op toepassen.
wat mij altijd ontroerd heeft, is ook het moment dat ik die dekens voor mezelf heb geselecteerd omwille van hun karakter en hun eigenheid en hun spoor van een verleden. En je zal zien, de meeste dekens tonen echt een spoor van gebruik te zijn. Hè. En dragen eigenlijk het verhaal van degene die ze gebruikt heeft tot op het moment dat ze naar de kringloopwinkel zijn gegaan, waar ik ze dan terug heb gerecupereerd om er mijn werk mee te maken. En waar ze vooral ingezameld werden om mensen die geen nieuwe dekens meer konden kopen, hè, die eigenlijk moesten kiezen wat er aangeboden werd. Hè. En wie wil er nu slapen onder iemand anders zijn deken? Hè? Wetende wat je zelf met je deken doet, waarvoor dat je het gebruikt, is toch het meest intieme object dat je in je huis hebt. Hè? Maar tegelijkertijd vond ik dat heel mooi dat mensen massaal dekens inzamelden om dan te sturen naar vluchtelingenkampen en dat het daar toch wel weer gebruikt werd. Hè. Vandaar dat die titel daar denk ik langzaamaan ingeslopen is. Hè. Van dat er niet alleen een mooie geschiedenis is met zo'n deken, maar dat er ook iets heel tragisch, pijnlijk is. Dat de armoede en een soort gemis, iets wat je eigenlijk zijn daar geen woorden voor, denk ik, voor dat gevoel te beschrijven van hoe dat die onschuld kan hel zijn, daar is ingeslopen. Hè? Want we kunnen wel dekens geven hè? Die we zelf niet meer nodig hebben en die krijgen dan een betere plek en worden toch heel goed besteed en gebruikt. Maar het is nooit voldoende. Hè? En dat gevoel van dat het nooit voldoende is, maakt ons eigenlijk schuldig. Want we hebben nooit voldoende kracht, denk ik, om daadwerkelijk iets te doen. Hè? Het is altijd met kleine betekenissen en kleine gebaren dat we proberen dat grote gat te dichten en te dichten en te dichten. Maar we slagen er niet in. Vrolijke beelden op tafel. Hè. Dat zijn wel heel eerlijke beelden. Ik ben een gelukkig iemand, hè. Maar daar hoef ik ook geen beelden rond te maken. Het zijn de dingen die mij bezighouden en waarvan ik denk van door er rond te werken, kunnen die beelden iemand anders helpen of troosten. Als ik terugdenk aan Onschuld kan hel zijn van 1993, hè, hoe ontstaat zo'n werk? Dan was ik echt gefascineerd door een beukenbos, waar dat de bodem eigenlijk sterk bezaaid was met blaren en humus. En tegelijkertijd waren een aantal bomen omgewaaid. En die lagen lukraak in het bos, met de wortels bloot. Wat ik gedaan heb, is eigenlijk die knotsen gaan uitvergroten en dat verbonden met die boom. Die boom, Onschuld kan hel zijn, slaat eigenlijk over het feit dat die boom daar niets kan aan doen, dat hij deel wordt van een agressie. Er is eigenlijk niets te zien, hè? Er is geen actie. Er is alleen dat gevoel van dat rondgebonden zijn. Hè? Dus, en die handeling van die een boom eigenlijk te verbinden of te forceren deel te worden van die goeiedag, die een goeiedag die deel wordt van die een boom, is een handeling die eigenlijk constant in mijn werk gebeurt. Het is gemakkelijk om dingen te benoemen, hè, en dingen aan te kaarten, maar het is gigantisch moeilijk om iets te veranderen. Hè. En
daardoor denk ik dat de sculptuur op het einde het is wat dat wel iets teweeg brengt en iets kan veranderen. Als mensen er open voor staan en hun eigen vragen of hun eigen behoeften eigenlijk erop toepassen. Van wat de betekenis van zo'n sculptuur kan zijn. Waarom hebben we dat nodig? Waarom willen we zo graag bij beelden zijn?